We zijn toe aan de persconferentie na de wedstrijd KV tegen KV, geëindigd op 0-0. Het woord is aan de bezoekende trainer voor zijn analyse van de wedstrijd. Goedenavond. Wij waren naar hier gekomen met de beste bedoelingen om te proberen vol te gaan voor dat laatste sprankeltje hoop om misschien nog play-off 1 te kunnen halen. Dus wel degelijk proberen om hier te komen winnen. Toen wij aankwamen, de staat van het veld was niet ideaal. Dus ik wist dat het moeilijk voetballen ging zijn. Dat er veel technische problemen gingen zijn. Je hebt meer tijd nodig. En als wij op zo'n veld spelen, dan ervaren wij dat altijd veel meer. Ik denk dat wat dat betreft dat wij vandaag veel te veel tijd nodig hadden. En dat we vaker achteruit dan vooruit gespeeld hebben, denk ik. Ik vond onze eerste helft iets betere kansen hebben, zij dan de tweede helft, vooral het eerste half uur. Correcte uitslag, zou ik zeggen. Normaal is Oostende een moeilijke verplaatsing. En ze hebben een fantastisch jaar achter de rug. Wij volgden de uitslagen van onze concurrenten heel de wedstrijd door. Heel snel bleek dat één van de twee, en later zelfs dat ze alle twee gingen winnen. En dan weet je dat je naar het einde van de wedstrijd toe je achtste plaats moet verzekeren. En dat je niet vol moet risico's gaan nemen om hier nog te winnen. Want uiteindelijk kopen we daar toch niks mee. En is het voor de club heel belangrijk dat we achtste eindigen. Omdat dat een paar honderdduizend euro aan televisiegeld scheelt. Dus ik denk dat wij kunnen terugblikken op een niet een slecht seizoen. Zeker niet. Het had wel meer in gezeten. Maar voilà. Al bij al mogen wij tevreden zijn dat wij vandaag de andere ploegen zien winnen. Want het had zuur geweest. Had Genk en Gent niet gewonnen en wij ook niet, dan ging het heel wat zuurder geweest zijn. Maar ik zeg, ik heb ook geen reden gezien waarom we die zegen zouden kunnen claimen vandaag. Dus jammer voor de toeschouwers. Er was veel volk mee van KV Kortrijk. Mensen van Oostende waren enthousiast. Maar oké, het was veel inzet langs beide kanten en het zat redelijk goed dicht. Ja, dank u wel. Fred, graag uw reactie. Ja, ik had na onze mindere wedstrijd vorige week had ik gewoon drie zaken gevraagd. Was strijd, overhaven en passie in die laatste thuiswedstrijd van de reguliere competitie. We stonden goed, Kortrijk stond goed in de eerste helft. Ik denk dat Kortrijk één of twee goede kansjes creëert. Wij praktisch niets. En tweede helft zag ik dan een Oostende die zijn tweede adem vond. Met een paar goede kansen, vooral op stilstaande fase. Eén of twee keren met Fernando ook. Maar het kost even goed op een paar mogelijkheden voor Kortrijk. Een paar 50-50 ballen in de 16. Kost dus ook het doelpuntje mee. Het enigste minpunt vandaag is dat er niet gescoord werd. Ik denk als je vandaag een wedstrijd hebt met 1-1, 2-2, dat iedereen daar perfect mee zou kunnen leven. Maar ik ben vooral blij dat de ploeg reageerde na vorige week. En dat de drie zaken die ik gevraagd heb, dat we dat ook gezien hebben. Toch wel tegen een Kortrijk die toch altijd meedoet in de top van de klassering. En ik vond ons tweede helft zeker geen slechte wedstrijd spelen. Eerst een beetje te onzorgvuldig in balbezit. Maar tweede helft vond ik dat alles aanwezig was. Helaas worden er twee ballen op de lijn gered. Komen wij misschien goed weg op die bal net buiten. Om dat doelpunt van Kortrijk die afgevlaagd wordt. Al bij al tevreden. Ik had gewoon gehoopt dat we vandaag die drie punten konden thuis houden. Waarom? Omdat dan de concurrentie 6 op 6 ging moeten pakken voor nog die 9 plaatsen te kunnen afsnoepen. Oké, nu hebben we een zware verplaatsing naar Anderlecht. Ik hoop, en de groep verdient dat we die 9e plaats kunnen vasthouden. Zoals dat Hein zegt, het scheelt een paar duizenden of honderdduizenden euro's voor de club. Dus ik hoop dat we het seizoen kunnen afsluiten op die 9e plaats. En dan kunnen we alleen maar zeggen dat dit seizoen fantastisch geweest is. Op 3 centimeter van de bekerfinale. En de 9e plaats als promovendus is niet slecht. Dus mag ik heel trots zijn op de jongens